Total Touch. Touch me there. En over der gesproken. Dat zit ook in ons emmer. Ja. Samen met Truth en Dilemma's. Ja, want inderdaad, we hebben de Dilemma Plus er weer bij. Inderdaad, Truth or Dare vragen of dilemma's zitten hierin. En we pakken er altijd eentje uit. Maar ja, normaal hebben we een gast erbij, dus dan hebben we heel veel tijd. Maar nu gaan we dat zelf maar gewoon eventjes helemaal... Gaan we allebei twee doen? Ja, dat gaan we dan doen. Mooi. Extra spannend. Ja, ik vind het wel spannend, want er zitten dus ook opdrachten inderdaad. En er zitten ook best wel kutopdrachten tussen. Oh, zeker. Ja. Ga je gang. Oké. Ik ga... Oh, nee. Post een zo lelijk mogelijke selfie in je Insta-story. Dames en heren, Miguel Lauchs op Instagram. Oh, mijn god. Ja. Oké. Ga ik het nu doen? Ja, zeker dat je het nu gaat doen. Ben je dat ding alvast? Ja, hoor. Oké. Ik ga even goed schudden. Ik vind het zo jammer dat die... Dat, gaan we die dan weer terug erin stoppen voor de volgende keer? Want het zijn van die leuke dingen. Zullen we dat afspreken? Nou, opdrachten terugstoppen. Ja, heel goed. Ja. Ik ga hem dan wel weer door jou laten keuren straks. Ja. Hoe zal ik erop kijken? Heel lelijk. Heel lelijk. Nou, hij hoeft niet veel voor te doen, toch? Nee, grapje. Is dat lelijk? Ik doe het ervoor. Ja, ik doe het ervoor. Even kijken, waar de camera? Daar is de camera. Als je nu naar de televisie kijkt, dit is de selfie. Kom maar even. Oh, je gaat hem laten zien. Dat is inderdaad heel fijn. Oké, Rick, die komt nu naar de camera toe. Als je via televisie kijkt, dan zie je de selfie die ik net heb gemaakt. Het is wel een beetje donker, Rick. Is dat, ja, je kunt het wel zien, hè? Ja, die gaat daar zo op mijn Insta-story. @MiguelLauchs op Instagram, daar gaat hij in terechtkomen. Oh, nou. Oh nee. Hij was te lelijk. Oké, moet er iets bij zetten of gewoon echt zonder context? Daar gaat het niet uit. Even kijken. Ja, verzin is iets leuks. Ik moet weer op... Nee. Doe maar zo. Gewoon zonder context? Doe maar zo, ja. Oké. Nou, daar gaat hij dan. Ik denk dat er wel wat reacties op komen. Dus ik zou je op de hoogte houden op de radio. Ja. Wat voor reacties toch? Dat zou ik even kijken. Hij staat dus in mijn Instagram story nu. Oké. Okay. Ja, en Miguel Lauchs. Wil je dat ik grabbel met of zonder die opdracht voor jou erin? Met. Oh. Ik wil, ja, met. Inderdaad. Wel, nee, doe, ja, ja. Nee, doe maar met. Je grabbelt hem toch niet. Als het wel gebeurt, moet je er ook in posten. Ja, dat is inderdaad de gang van zaken, ja. Ja. Volgende maar weer toch. Nou, ga ik even goed schudden. Gewoon grabbelen. Ik heb een truth. Oké. Wat doe je alleen als je alleen bent? Oh. Wat doe je alleen als je alleen bent? Ja. Ja, zo'n heel smerig glimlachje. Nee, ik zit gewoon na te denken. Dat is mijn nadenkfeest. Wat doe je alleen als je alleen bent? Ja. Nou, sowieso kakken. Dat doe ik nog met publiek erbij. Nee, dat snap ik. Douchen eveneens. Ja. Ja, jeetje, wat voor antwoord wil je hebben? Dat, ik zou het zelf ook niet weten. Huis opruimen. Wat doe ik alleen als ik alleen ben? Ja, ja. Dansen ook heel erg. Oh ja, daarop houden. Vals meezingen met sterke muziek. Dat soort dingen sowieso, ja. Oh, maar dat is leuk. Ja, dat is ook gewoon. Dat voelt lekker, want het voelt alsof je dat supergoed kan dan in één keer. Ja, vooral in de douche. Ja, dan galmt het er lekker zo. Of hier in de productiehok met de galm van de... Ja. Ja, oké, nou maar. Oké, ik ga er nog eentje eruit halen. Ik heb er hier eentje weer. Een dilemma. Altijd natte sokken dragen of maar één keer per jaar je haren wassen. Hebben we die niet al een keer gehad? Geen idee. Ik weet het niet. Dat is allebei kut. Maar ik denk altijd natte sokken dragen. Want als je je haar niet maar één keer per jaar wast, dan wordt het ook één grote teringbende op je hoofd. Je hebt liever voetschimmel. Nou, dan krijg je dan inderdaad... Maar mijn moeder is pedicure, dus dat... Nee. Ja, dus dat fixen dat daar wel inderdaad. Ja, dan is het snel geregeld. Ik bedenk me net dat ik mijn kaartje per ongeluk heb teruggegooid. Oh, dus kunnen we nog een keer krijgen, maar goed. Misschien dat iemand anders smerigere antwoorden geeft. Vunzige antwoorden. Is het mijn laatste? Ja, dat is je laatste. Eens even kijken. Ik heb een dilemma. Oh. Je hebt maar 3 uur slaap per nacht nodig. Of je kunt foto's maken door met je ogen te knipperen. Maar je slaapt sowieso niet in de nacht. Oeh. Nou, eens. Ja. Ja, maar het is wel lekker als je echt maar 3 uur nodig hebt. Klopt, zeker. Dan heb je zoveel meer tijd. Dan heb je heel veel tijd. Maar dat is ook wel misschien wel een beetje frustrerend. Dat je misschien niet meer weet waar je met je tijd aan moet op een gegeven moment. Als je heel lang niet slaapt.
Nou ja, kun je op je leven een beetje indelen natuurlijk. Ja, dat is waar. En je hebt de voorsprong op andere mensen die dat niet hebben. Ja, dat is zeker waar. Plus, ja, een beetje de andere optie. Je kunt foto's maken door met je ogen te knipperen. Zie ik het nut niet zo van nemen, want iedereen heeft een telefoon op zak tegenwoordig. Ja. Als je een foto wil maken, dan is het echt binnen 5 seconden gebeurd. Klopt, ja. Dus ja. Ik heb ondertussen ook reactie op mijn verhaal. Iemand die zegt, deze gaat bij mijn fanmail. Oké, okay. Nice. Nou, gezellig. Dat was er meer. Oh, kut nou. Wat, nou, heb je weer terug? Wat dan? Ja, jij vroeg net om een onderschrift voor bij die foto. Ja? Eigenlijk had je ergens even online moeten taggen. Dan hadden ze misschien doorgepost. Oh ja. Oh ja, goed. Misschien daar nog eentje maken. Wie weet. Ja, nou, ja. De volgende keer, ons zitten we erin, hè? Ja, dat is zeker waar. Nou, dat is over de Dilemma Plus. Zeg, Miguel. Hoe heet ze die zangeres ook alweer van Turn Back Time? Weet ik niet meer. Wish I could turn back time. Ik weet de plaat, maar ik weet niet meer de zangeres. Oh, wat slecht. Ja. Share. Oh ja, share. Ja. En like. Share deze video even met je vrienden. En liken. Gewoon die duim hier omhoog klikken. En volgende week natuurlijk weer gewoon kijken en luisteren. Tot dan.